Historische rit in het toch al onstuimige leven van de stoomlocomotief TE-5933, beter bekend als de Rus. Meneer, geniet u een beetje? Heerlijk, ja, enig. Het is echt enorm. Ja, wat dat er gaat, ik ben blij dat het weer terug is. In 1943 werd de stoomlok gebouwd voor de Deutsche Reichsbahngesellschaft, maar al snel werd het in gebruik genomen door Rusland. In het recente verleden raakte de stoomlok in botsing met een auto en vlak daarna raakte het zwaar beschadigd in een brand. U blijft er maar gewoon bij staan, zo spannend is het, of niet? Nou, zo spannend, heel spannend. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Ik bedoel, na een half jaar stilstand is het helemaal te gek. Veel vrijwilligers werkten mee om de Rus zo snel mogelijk weer op het tracé tussen Stadskanaal en Veendam te krijgen. Want volgens hoofdconducteur Piet is het simpel. De mensen die komen alleen voor de stoom en niet voor de diesel. En zo denkt het bestuur van Star er ook over. Wij willen in de naaste toekomst niet naar kwantiteit, maar wij willen naar kwaliteit. En kwaliteit, dat mensen willen iets bijzonders zien. En dat is stoom. Dus zonder stoom heeft eigenlijk de Star geen levensbestaan. In 3 kwartier is de stoomlok in Veendam om vervolgens na een wissel terug te keren naar de thuisbasis Stadskanaal. De eerstvolgende keer dat de Rus opnieuw voor dikke stoompluimen boven het tracé zal zorgen is met Pinksteren.